wünsche Ihnen heute viel Spaß und gute Unterhaltung bei uns in unserem Zuhause, Circus Verona. Arsch de Beef. So, wir sind hier im Landsmeer mit dem Circus Verona. Ist das die erste Mal hier? Erste Mal in Landsmeer, auch erste Mal Tournee in Holland. Und gefällt es? Ja, bis jetzt eigentlich ganz gut. Holland. Okay. Vanaf zijn derde jaar is Antonio een specialist in het staan op zijn handen op 6 stoelen. Daarnaast was Andreas Pelig de souschef en zorgde voor de dieren en voor het wel en wee van de tent, etc. Vervolgens spraken wij met de beide heren over een dramatisch ongeval, namelijk het leegbranden en kapotbranden van een van hun wagens. Het bleek een wagen te zijn met de kassa, de voortent en een x-aantal stoelen, waarbij moet worden gemeld dat men niet verzekerd was, niet buiten Duitsland. Want dit Circus Verona komt uit Hamburg. De beide heren waren traurig, om het mooi samen te vatten, maar het leven gaat door. En als je vraagt naar wat het leven is als circusartiest, dan is dat bikkelhard werken. Beide heren zijn 18 en 17 jaar, werken vanaf hun derde en vierde vol in het circus mee. En het is niet alleen maar optreden, maar het is natuurlijk ook afbreken, het is opbouwen, het is kaartjes verkopen, het is rondgaan met slingertjes, met lichtjes en wat al niet meer zij. En ondertussen moet je toch maar even blijven glimlachen, vrolijk zijn en je beste beentje voorzetten.